President Chandrika Prasad Santokhi heeft de scheidende ambassadeur van de Volksrepubliek China, Liu Quan, gisteren onderscheiden tot drager van het groot lint in de ereorde van de palm. De regering waardeert de diplomaat met de hoogste onderscheiding vanwege het uitzonderlijk werk dat hij in Suriname heeft gedaan. Hij heeft zich bijzonder ingezet om Suriname en China dichter bij elkaar te brengen. Het staatshoofd zei dat ambassadeur Liu Quan een grote bijdrage heeft geleverd aan de versnelde oplevering van het Wanica ziekenhuis en de Beekhuizenbrug. Op sociaal gebied zijn uw inspanningen om de culturele banden te versterken prijzenswaardig, aldus het staatshoofd. Santokhi noemde ook de donaties van persoonlijke beschermingsmiddelen en de 100.000 doses van het Sinopharm vaccin. De scheidende ambassadeur, Liu Quan, zegt dat hij met een tevreden gevoel uit Suriname zal vertrekken.